Nou, de glasvezelkabel loopt via deze stoep. Loopt hij naar het verdeelpunt binnen. Dat is, dat is al ingegraven door de monteurs. Die glasvezelkabel komt via die buis komt die omhoog. Dat is deze kabel. Dat is de grondkabel die dus in de stoep ligt. Die wordt hier zo uitgesplitst in dit verdeelpunt. Waar dus allemaal buisjes, elke kleur naar één woning gaat. En die wordt dan door middel van een kabeltje hierin wordt die naar de woning toegebracht. Wat zijn nou de mogelijkheden met glasvezel? Nu bijvoorbeeld als je een liedje van 10 MB wil downloaden, wat is het maximale wat nu? Nou, dan is dat 10 MB. Ik denk dat misschien 10 MB downloaden. Ik denk dat dat misschien een halve minuut duurt. Een halve minuut? Misschien. Oké, okay, is dat het maximale wat je eruit kan? Nou, er zaten veel applicaties te draaien op je computer. En hij is wat aan het downloaden en hij is nog wat anders aan het berekenen of zo. Ja, dan gaat het natuurlijk allemaal ten koste van de downloadsnelheid. Ja, precies. Dat heeft ermee te maken. Ja. En natuurlijk ook nog welk pakketje bij je provider hebt. Dat is ook natuurlijk... En ook wat voor pakketje bij je provider hebt gekocht. 10 MB of 20 MB of 100 MB. Ja. We hebben ook een keer een proef gedaan met een 1 gigabit verbinding. En dat is gelukt. En toen was er een film binnen 2 minuten gedownload. Dat is snel, ja. Dat is snel, ja. En waarom wordt hier in deze wijken eigenlijk aangesloten? Want is er dan onderzoek gedaan dat hier de vraag het grootst was naar glasvezel? Dit is eigenlijk het testgebied, een goed testgebied. We hebben 4 verschillende situaties. We hebben een nieuwe wijk, we hebben een bestaande wijk hier en we hebben een hele oude wijk, is Oost-Watergaasmeer. Ja. Ja, een beetje back off, een beetje moe. Veel trappen. Ja, ik heb nu hier in mijn woonkamer een glasvezelaansluiting. Hoeveel betaal je als ik vragen mag? Als ik het hele pakket neem, dan betaal ik 45 euro per maand. Ja, wat zou je daar aan kwijt zijn als je met dezelfde voorwaarden, dezelfde snelheden, dezelfde zenders, maar dan de ouderwetse manier? De ouderwetse manier zou ik denk ik... 20, rond de 60 euro kwijt zijn. Maar dan, ja goed, zit hier nog het uitzenderpakket is uitgebreider. Bij glasvezel. Je kan gratis bellen naar alle vaste nummers in Nederland. En de snelheid van een internet ligt gewoon beduidend hoger. Dat ene draadje wat je daar ziet lopen nu, dat rode draadje. Dat kan 20.000 telefoongesprekken voeren per seconde. Tegelijkertijd. Zonder dat iemand daar iets van merkt dat gedaan wordt. Dat ene draadje.